Ik ben kapitein Maarten van der Ven, commandant van de CDW 34. Afgelopen 4 maanden zijn we geplaatst geweest op Curaçao, als onderdeel van de CZM Kade. Tweedelig eigenlijk, gedeelte opleiden en trainen van mijn kerels. Maar ook het inzetten en ondersteunen van andere partners in de regio. Onder andere Kustwacht, ook KPC, politiedienst op Curaçao. Zijn we voor ingezet de afgelopen 4 maanden. Ja, we hebben Kustwacht ondersteund, best wel een groot gedeelte van onze periode hier. Gericht op de maritieme grensbewaking. Zeker in het kader van COVID. Om te voorkomen dat ongedocumenteerden het eiland opkomen met COVID. En daardoor zeg maar, het virus kunnen verspreiden. We hebben een search-operatie gevoerd naar een vermist persoon. Veel bijstanden van de intermediate en advanced search teams. Voor het KPC, dan wel in de SDPK, gevangenis. Als we terugkijken en in de club kijken, gemotiveerd, positief terugkijken op de afgelopen periode. Het voordeel voor ons is dat we in de aanloop hier naartoe het al aan zagen komen dat het een andere periode zou worden. Dus daar zijn we op ingestoken in de voorbereiding. Wat dat betreft denk ik dat de balans tussen inzet en eigen trainingstijd prima in orde is. Met name gericht op het groepsproces. We hebben heel intensief samengewerkt de afgelopen 4 maanden. Je ziet jongens gewoon poppen, groeien in hun werk, groeien in hun nemen van de verantwoordelijkheid, ook binnen de groep. En dat zeker als commandant kan ik daar alleen maar heel trots op zijn. Het belangrijkste zit hem denk ik in vertrouwen in elkaar en in elkaars kunnen. En in Nederland zie je veel meer een soort vredesorganisatie. En hier zie je dat die wel meer geënt is op inzet en bijstand en ondersteuning van de autoriteiten. Alles is hier echt en dat is in Nederland natuurlijk 9 van de 10 keer anders. En dan ben je gewoon aan het trainen en voorbereiden op een echte situatie. Die cultuur is natuurlijk anders, maar zeker ook kunnen we van elkaar leren. Als we op bijstand op Oostpunt voor de kustwacht kijken, hebben we met name de laatste weken samengewerkt met Keurmeel. En dan zie je dat hun invalshoek, hun kennis en hun ervaring op het eiland bijdraagt dat we eigenlijk effectiever worden in onze opdracht. Dus ik denk dat die samenwerking prima verloopt en je ook weer van elkaar kan leren. Als je kijkt naar de inzetgebieden waar we de afgelopen jaren actief zijn geweest, dat zijn over het algemeen ook hete gebieden. En dat geeft gewoon een andere manier van het plannen en managen van je operatie. Leiding geven op alle niveaus. We hebben dat ervaren, jonge club nogmaals. De afstanden wat langer, de bepakkingen wat zwaarder, want doet dat met je lichaam. Ik denk dat we daar heel veel lessen uit hebben kunnen trekken. Ook wederom op alle niveaus hoe we daarmee om moeten gaan. En dat maakt het hier ontzettend interessant om te trainen. Bij deze draagt de opdracht Kompie in de West open. Hierbij aanvaarden de opdracht Kompie in de West. Het wiel! Geef!